Hi, dit heb je gemist. Als je Wie is de Mol niet snapt, dan pas begin je te begrijpen. De waarde van kunst heb je niet zelf in de hand. En het mooiste meisje van de klas gezoend. Niet? Wel toch? Nou, laten we maar beginnen met hokjesmannen. En dit keer bevindt Michael zich in de wereld van krakers en junks. Oftewel de vrije mens. En gelukkig zitten er ook normale mensen tussen. Wat is dit? Wat is dit? Wie ben je? Wie ben je? Kan ik je kussen? Can I kiss you? Really? Really? Is that too hard? Is that too hard? Wat is normaal? Tja, wat is normaal? Bij Wie is de Mol is het normaal om de mol te ontmaskeren. Is dat normaal? Ben je blank? Oké, even voor de duidelijkheid. Dit was dus een lage toon en dat betekent nee. Een hoge toon betekent dus ja. Ben je Caroline? Oké, dus het is Caroline. Ben je een man? Vond je één goudklompje in de rivieropdracht? Hou je van salsa? Nou, dat is dus Sarayda. Maar dan zijn er dus twee mollen. Nee, als je het niet meer snapt, dan pas begin je te begrijpen. Snel verder met Tussen Kunst en Kiets. Deze meneer heeft de voorrondes al gehad. Hij zit nu live in de uitzending Tussen Kunst en Kiets. Dus even wachten op de waarde. Het is lastig omdat we niet weten hoeveel er in omloop zijn. Maar kun je toch... Dat kan. Ja. 25.000 euro. 25.000 euro? Dat is een lekker bedrag. Ik zeg snel cashen. Hoppatee, helemaal niks meer. Ik hoop dat je nog iets op de bank hebt staan. Snel verder met mooiste meisje van de klas. En hierin haalt Patricia haar herinneringen op aan jeugdvriend Marco. Het is nooit wat geworden in die tijd tussen jou en Michael. Nee, maar ook later niet. Maar toch? Nou, niet dat ik weet. Oh. Nou, daar denkt Marco anders over. Ja, ik weet niet meer exact waar ik het tegenkwam op een avond. Maar in ieder geval heeft ze me een lift naar huis gegeven. En toen is toch uiteindelijk die uitgestelde kus is, gekomen. Kom op, Patricia. Denk eens even goed na. Wel. Ja? Ja. Oké, Marco. Nou, bedankt voor alle nutteloze informatie. We gaan snel verder met het laatste onderdeel. Goede tijden, slechte tijden. En deze keer heb ik een hele speciale dame uitgenodigd. Want ja, ik heb vroeger met haar gezoend. Ik heb daar hele speciale herinneringen aan. Hier is ze dan, speciaal voor jullie. Ze gaat voor me zingen. Lieke van Lexmond. Grazie mille, la tutta di bella, da compra di Capri, ora olla. Kerekishu, kerekishu, kerekishu.